Nijmegen moet aan de slag met eigen slavernijverleden. Over Betuwe gaat flexwoningen plaatsen als tijdelijke woonoplossing. En een 32-jarige Huissenaar overleden door ongeval op de A15. Het koloniale en slavernijverleden van Nijmegen. Zo heet het manifest dat burgemeester Bruls en wethouder Dame woensdagmiddag hebben ontvangen. Vertegenwoordigers van de Indische en de Caribische Surinaamse gemeenschap hopen dat er meer bewustwording komt over de impact en de gevolgen van het koloniale verleden dat zich in Nijmegen heeft afgespeeld. Een werkgroep heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Nijmegen. Deze resultaten zijn nu gebundeld in een manifest. Zo, dankjewel. Zou je één voorbeeld kunnen geven wat er in het manifest staat? Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje lastig om maar één voorbeeld te noemen. Want we hebben hier dus een heel boekje gemaakt met allemaal verschillende voorbeelden. Maar wat eigenlijk wel een evident voorbeeld is, is bijvoorbeeld in het verleden van Nijmeegse mensen die eigenaar of aandeelhouder waren van plantages. En zo dus veel geld verdienden uitbuiting van mensen in koloniën. De gemeente is zelf geen kolonisator geweest. Dat is echt een verschil met een stad als Amsterdam of Middelburg. Die hebben actief geparticipeerd. Daar ook heel veel geld over de ruggen van heel veel mannen en vrouwen. Met alle misstanden mee verdiend. Dat is in Nijmegen anders. Dat zijn heel veel individuele personen of een familiebedrijf of zo die daar nog wortels hadden in de oude koloniale tijd. En je ziet natuurlijk ook nog, als je goed oplet, wat terug. Je ziet villa's in Hees, de oude Limos kazerne. Aan de andere kant, er is ook nog best wel wat te onderzoeken. Want een heleboel van het menselijk leed, wat de kolonisatie heeft meegebracht tot en met slavernij aan toe. Ja, daar weten we op individuele basis wel wat van verhalen. Maar niet hoe dat in de volle breedte natuurlijk tegenwoordig in de stad nog leeft. Dat gaat de komende tijd onderzocht worden. Het eerste wat we willen gaan doen is met een heleboel mensen van verschillende groepen die zich erbij betrokken voelen, die voorouders hebben uit de koloniale tijd, het gesprek aan te gaan om op die manier een verdieping te doen. En ik sluit niet uit dat er dan vervolgens ook een specifieke rol of opdracht vanuit het gemeentebestuur gaat komen. Ik denk zeker dat als we met elkaar in gesprek gaan en blijven, dat we van daaruit ook stappen kunnen doen in de zin van het erkennen, herkennen, verkennen en samen Nijmegen een nog mooier stad maken dan dat hij al is. In Overbetuwe komt er dit jaar een alternatieve woonvorm bij, flexwonen. Het gaat over flexibele woningoplossingen die snel en goedkoop kunnen worden gebouwd. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld starters, spoedzoekers en statushouders prettig en betaalbaar kunnen wonen. Deze tijdelijke flexwoningen helpen in de lastige woningmarkt van nu. Nou, de woningnood is groot in Overbetuwe, zoals in de brede groene metropoolregio. En we willen ook echt stappen zetten om op korte termijn tot woningbouw over te kunnen gaan. En we hebben daarbij gewoon een reguliere woningbouw. Maar we willen op de korte termijn extra woningen realiseren. En daarbij is flexwoningen een prima oplossing om dat op korte termijn te regelen. De woningen worden gebouwd met duurzame CO2- en stikstofvriendelijke materialen van hoge kwaliteit. En zijn circulair. De wethouder benadrukt dat het volwaardige woningen zijn en dat snelheid hierbij zeker niet afdoet aan de kwaliteit. Het gaat vooral om woningen die gewoon ook een langere periode neergezet kunnen worden. Kijk, omdat het nou op korte termijn ook gerealiseerd wil worden, want we willen in Overbetuwe voor het eind van het jaar de eerste flexwoningen hebben staan. Nou, dat kan alleen met een tijdelijke vergunning die dan afgegeven wordt. Dus daarna zul je de woningen ook of moeten gaan verplaatsen elders in de gemeente. Maar daarbij is het wel mooi dat je echt gewoon volwaardige woningen hebt. Die ook voldoen aan de BENG-norm, bijna energie neutraal, de woningen. Ze zijn gasloos, dus ze moeten ook gewoon aan de huidige standaarden voldoen. Op welke locaties deze flexwoningen geplaatst zullen worden, is nog niet bekend. We zijn nu in de verkenningsfase om de gemeentegronden in beeld te brengen waar we deze flexwoningen kunnen laten landen. En daar probeer ik binnen enkele maanden richting raad te gaan om te zeggen van oké, dit zijn de mogelijke locaties. Om dan ook gewoon concreet over te kunnen gaan om tot plaatsing van de woningen te gaan inzetten op deze plekken. De flexwoningen zullen naar verwachting voor een periode van 10 tot 15 jaar worden geplaatst. De gemeente is van mening dat een dergelijke flexibiliteit op de woningmarkt
hard nodig is. De snelweg A15 is woensdag de hele ochtend dicht geweest door een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen. Het ongeluk vond rond 5:30 plaats ter hoogte van knooppunt Valburg. Een automobilist botste achter op een vrachtwagen en daarbij vloog de auto in brand. De bestuurder, een 32-jarige man uit Huissen, werd zwaargewond naar het Radboud UMC in Nijmegen vervoerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Een 21-jarige man is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en TBS voor meerdere diefstallen en een fatale woningoverval in Nijmegen. Daarbij kwam een 62-jarige man om het leven. Een 22-jarige vrouw is veroordeeld tot een jeugddetentie van 203 dagen voor het samenplegen van deze vergrijpen. De twee gingen op 26 mei 2021 naar een woning van de Nijmegenaar in de Gildenkamp. De man sloeg het slachtoffer meerdere keren hard met een vaas op het hoofd en stak hem in zijn hals. De bewoner bleef zwaargewond achter en stierf uren later. Hij werd pas de volgende ochtend doodgevonden. PvdA, GroenLinks en D66 in Wijchen gaan tijdens de raadsvergadering van morgen voor de tweede keer uitstel van behandeling vragen voor de plannen van de Lambrassen. In de afgelopen weken zijn er door deze drie partijen tientallen vragen gesteld en ontstaan er alleen maar meer vragen. De grond is sinds 2007 al in bezit van projectontwikkelaar Mark van Tiel. Na verschillende afgekeurde bestemmingsplannen kreeg hij 2 weken geleden eindelijk goedkeuring van het college van BMW. Veel variatie zit er momenteel niet in het weer. Ook vandaag was het weer een grijze dag en viel er ook van tijd tot tijd een bui. Het was 8 graden, maar de stevige wind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Ja, vanavond en vannacht blijven we die buiigheid nog houden. En ook morgen gaat dat nog even door. Pas in de namiddag zal het droog worden. Maar de zon die zal zich morgen ook wederom niet laten zien. Temperatuur blijft vrijwel gelijk als vandaag, zo'n 8 tot 9 graden. Ook de dagen erna is er een bui op zijn tijd niet uitgesloten. Maar het zal wel minder vaak gaan regenen. Het blijft grijs. Misschien zien we af en toe de zon even. Maar echt mooi weer wordt het niet. Met een graad of 10 is het wel zacht voor de tijd van het jaar. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar de nieuwste bioscoopfilms in het programma Nu in de Bios. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!